Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland, en uit die bewolking valt vooral in het midden en zuiden ook nog wat regen. In het noorden is het al droog en van het noorden uit klaart het vanochtend langzaam op. De zon schijnt vaker en het wordt op de meeste plaatsen droog. Temperatuur daarbij 2 tot 6 graden in de ochtend, vanmiddag oplopend naar een graad of 3 in het noordoosten en lokaal misschien 8 in het zuidwesten. Er is af en toe zon. Het blijft vaak droog, maar van het westen uit neemt de kans op een bui wel weer toe. En in de avond zien we dan op meer plaatsen buien. Lokaal misschien een klap onweer daarbij. Alleen in het noordoosten blijft het droog en dan koelt het snel af naar een graad of 0. In het zuiden is het een graad of 5. Vannacht gaan de temperaturen daar nog wel wat verder omlaag. Dan morgen een dag met 4 tot 7 graden op de thermometer. het blijft op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt flink. Temperaturen op een wat laag niveau en daarbij een matige oostelijke wind. Zaterdag beginnen we nog droog met wat zon in de loop van de dag van het zuidwestuitkans kans op regen. En zondag beginnen we met wat regen en daarna wat zon. Het blijft dus wat wisselvallig, met in het weekeinde 5 graden. Daarna lopen de temperaturen langzaam op. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.